Yo kijkers van Dylan zijn kanaal en welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij lekker Hypixel voetballen. Wij gaan natuurlijk ons best doen om te winnen. Ik hoop dat ik een beetje een oké team heb wat ook misschien wel gewoon een goalkeeper bij zit. Dat ik niet op goal hoef te staan, hoewel ik vind niet heel erg om op goal te moeten staan. Maar het is soms ook wel eens even leuk om lekker om als aanvaller of wat dan ook te mogen spelen. We hebben iemand een goal zo te zien, dus dat betekent we kunnen lekker ons best gaan doen. Mocht je er vandaag zin in hebben en je wil mij natuurlijk supporten, kan natuurlijk altijd vast een like aanklikken. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, mijn linkje staat natuurlijk ook gewoon beneden in de beschrijving. Abonneer erop zou ik zeggen en dan moet het helemaal goed gaan komen. En ja, voor nu, ik hoop dat we kunnen winnen. We hebben nu in één keer niemand meer op goal. Dat is niet zo fijn. Of hoor jij op goal? Wat is het nou? Jij staat op goal, oké. Ja, je moet gewoon een beetje afdwingen natuurlijk wie op goal gaat, want anders staat er gewoon helemaal niemand op goal. Don't do this to us. Don't do this to us. Nice. Oké, en... Oké, nu sta ik in één keer op goal. Oh, nee. Oké, maar als ik er niet stond, dan ging hij er wel in. Dus wat dat betreft, hé, ik heb wel eventjes hier mijn team gered. Nee. Kom op die kant met die bal. Weg hier. Oké, en... Boom! Kom op. Oké, en... Boom! Oké, weg die bal. Oké, dan weet je, ik heb zoiets van... Oké, ik accepteer... Heb ik de bal weggeslagen? Ja. Ik accepteer dat ik op goal sta, maar dan hoop ik natuurlijk nu wel dat mijn team wel wat gaat doen, want dit gaat natuurlijk een keer mis, hè. Al die schoten die ze op doel hebben, dit gaat natuurlijk een keertje mis. Dat weten we allemaal. Het is alleen een kwestie van het moment wanneer dat gaat gebeuren. Nice! Damn it, een keepertje. Oh! Oké, dan. Dit is Gucci. Ik bedoel, we staan nu voor. Ik heb echt een aantal keer die bal van de lijn weten te saven. Dit is nice. En ze beginnen ook meteen te schelden, dat is ook altijd nice, want dan... Ze getild en dan speel je daardoor slechter. Dat is altijd zo. Oh, for fuck's sake. Open goal. Oké, hij schiet mis. Oké. Het is soms ook, weet je, je ziet iedereen in het midden staan. Dat is soms ook wel lastig om te bedenken waar komt denk ik die bal vandaan. Boom. Nee. Really, dude? Really? Oh, God alone. Kom op, weg die bal. Tik hem erin. Eén tikkie. Nee. Kom op nu. Nee, hij moet omhoog die bal. Kom op, weg die bal. Oh, deze game is spannend. Want deze match kan echt gewoon letterlijk alle kanten opgaan. Ja, iemand tik hem erin daar. Oké, nice. Dankjewel voor de hulp. Kom op, weg die bal. Oké, tik hem erin. Tik. Nee. Oké, dan doe ik het wel. Nee, wat doe jij? Wat doe jij, bro? Don't do this to me. Kom op. Oké, deze moet ik hebben. Kom op. Tik hem. Oeh. Oké, hij schiet hem zelf over. Dat is altijd fijn. Oh god. Ik vind, dit is misschien wel een van mijn Oh shit, deze gaat erin. 100%. Deze kan ik niet houden. Of toch wel. Dit is misschien wel een van mijn moeilijkste games die ik ever heb gehad. Een keer ook op doel stond. Want dit is werkelijk waar. Ongelooflijk dit. Holy shit. Wat hebben die mensen veel kansen. Dat het überhaupt 1-1 staat vind ik nog bijzonder. Dat wij überhaupt bij hebben weten te scoren hier. Want dit is werkelijk waar. Oh my days. Weg die bal. Nee. Oké. Het is wel eerlijke teams, right? Ja, oké, ze hebben één meer. Maar dat wil niet meteen zeggen dat het daarom het spel zo is. Oh, yes. Come on. Yes, 2-1. Oké. Dean, dit moeten we zien vol te houden. Dit moeten we echt zien vol te houden nu. Oh, wat een schot. Maar ze hebben net een kleine keepertje terug in hun doel. Ik heb twee mannen op het moment stilstaan. Waarvan eentje in de dag wel bewogen, de ander totaal niet. Ik hoop... Niet dat ze AFK staan. Oké, die andere is echt gewoon een beetje aan het verdedigen. Nice. Want ik heb wel echt mijn team nodig vandaag. Oké, ze lopen allemaal weer. Nice. Hold on, kom op. Hou die bal 20 seconden daar. Als er nu wordt gescoord, komt er 30 seconden extra bij. Dat willen we niet. Zowel niet voor ons als voor hun. Dus niet scoren. Gewoon uitspelen dit. Kom op. 12 seconden uitspelen. Niet scoren. Don't. Kom op. Oh, maar we gaan dit echt winnen. Oh yeah. En we hebben gewonnen. GG. Wauw. Dit is echt een van mijn moeilijkste games die ik ooit heb gehad. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we wel hebben gewonnen. Een overwinning smaakt natuurlijk altijd naar meer overwinningen. Dus we gaan het gelijk natuurlijk nog een keertje spelen. En we gaan natuurlijk kijken of we er hier ook een win van kunnen maken. Dat zou natuurlijk enorm chill zijn. Let's freaking go. 40 seconden begint een nieuwe game. Schiet jij maar eens even jezelf warm. Waarschijnlijk moet ik denk ik weer op goals. En hoewel ik vind het niet erg om op goals, zoals ik net ook al zei. Het is op zich ook wel lachen. Zeker... Met een team als net waar we tegen moesten. Heb je ook tenminste wat te doen op goal. Maar. Oh man. Het is soms echt lastiger dan je denkt. Oké, ik ga hier maar meteen staan. Ja. Oké, ik sta denk ik op goal. Want die andere keer rent ook al weg. We hebben wel een beetje verdediging hier staan.
Oh, for fuck's sake. Oh, no, 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 no. Die ging er nog bijna in ook, joh. Ging er nog bijna in ook, joh. Die dan? Nee, die niet. Oké. Okay. Jongens, ik heb het doeltje wel. Oké, okay, al mijn mannetjes zijn inmiddels aan het rennen. Ja, ik zeg gewoon allemaal mannen dat ik de coach ben. Of de... Nee, eentje rent trouwens niet. Dat ik de aanvoerder ben. Want ik sta op doel. En eentje bij ons is relieved. Waarschijnlijk per se gecrashed of gekikt. Nou, je ziet hier gekikt voor AFK. Ik stond in de muur, dat is ook niet zo fijn. Dat is natuurlijk wel heel jammer als dat gebeurt, maar ja. Dan hebben we vier man, hè. Dan hebben we gewoon lekker vier man. Kom op, hopelijk kunnen wij wel even een doelpuntje pakken. En dan gewoon het goed uit weten te spelen. Die komt sowieso naar mij. Nee, niet eens. Op schiet op doel. Moeder zegt, ik heb wel tenminste verdediging. Dat is ook wel fijn. Die hebben zoiets van... Ik denk wel dat het ervaren mensen zijn. Want je merkt toch wel wanneer jij een team hebt wat ervaren is. Je speelt toch ook meer in de verdediging. Omdat ze weten, veel ballen komen deze kant op. Je kan allemaal wel daar in die aanval zitten. Alleen, je schiet er niet zo heel veel mee op. Dat hebben toch vaak de mensen die wat meer hebben gespeeld, hebben dat toch vaak door. Komt hij voor? Oké, dat deed mijn eigen blue mannetje al. Ik moet zeggen, doordat ik in verdediging heb, hoef ik als keeper niet zo heel veel te doen. Niet dat ik dat vervelend vind, maar je wilt toch ook wel wat doen? Lekker die bal de hoek in poeieren, doe maar. Doe er maar iets mee. Oké, die bal is voor jou. Schiet op doel. Nice! Nee, nice try. Oké, come on. Ik weet niet zo goed wat deze man wil. Of hij nou op doel of niet. Want kijk, op dit soort momenten rent hij ook gewoon vies hard weg. En dit had hij niet moeten doen. Had die bal gewoon moeten laten gaan. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er... Oké, weer mis. We moeten wel zo dan al schieten, anders schietvermogen. Dus ik ga denk ik maar eens even helpen hier. Want ik wil... Oké. Ik ga me gewoon mengen in het veld. Gewoon fuck it. Ik ga me er gewoon in mengen. Ik denk dat het necessary is. Kom op. Weg die... Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Die gaan hem sowieso voorleggen. Zie? Ik ken je trucje, man. Ik ken dit. Holy shit. Ja. Oh, dit was een kans. Dit was echt een kans. Maar hij was net sneller dan mij. Oké, ik hoop dat er iemand van mijn team voor staat. Dat ik hem nu voor... Oh, raak ik mijn G6-toets aan. Had ik niet moeten doen. Wel, er stond ook niemand voor bij mij. Daar niet van, maar... Oké, kom op. Ja, nee. Ah. No. Oké, paas je bal naar voren toe. Kop. Ja. Bam! There we go. Het staat tenminste 1-0. Dat betekent, we gaan winnen. Kappa. In ieder geval, daar hopen we natuurlijk dan nu maar op dat het nu genoeg is om te winnen. Misschien blijft het wel gewoon 1-0, weet je. Je weet het niet. Kom op, gaat hij erin? Oh jee. Oh nee, ik schoot tegen het lat aan. Damn it, ik dacht hij ging erin. Gezichtsbedrog. Damn it, weer. Oké, kom op. En, nu hebben ze hem snel. Oké. Dan moet ik gewoon rap zijn. Kom bij hem. Oké. Okay. Een keeper gaat hem natuurlijk pasen die bal. Keepertje. Ja. Oh shit. Oké. Hun gaan hem natuurlijk nu weer deze kant op schieten. Oké, keepertje. Lekker. En dan nu is het mijn moment om te knallen. En bam, we maken er gewoon even 2-0 van. Hoppatee. Yes. Boom. Weg die bal. Hoppatee. Stoppen. Want die bal ging richting kruising. Oh, damn it. Ik dacht, hij komt eraan. Good job, Duffy. Hey, hij is er blij mee. Dan moet je toch even altijd reageren. Hey, ja, hij is toch blij dat ik voor mij die bal voor hem heb gestopt, want... Je had hij hem helemaal niet gehad. Oh shit. Weg die bal. Ja, oké. Misschien had ik daar moeten staan. En ook kunnen scoren, de 3-0. Maar aan de andere kant... Het staat 2-0, wat willen we? Oh, hij denkt, weet je wat, ik schiet hem gewoon in mijn eigen goal. Ha! Tuurlijk. Nee, doe dat soort dingen vooral. Doe dat lekker, joh. Hè? In plaats van op ons goal te schieten en dan nog 30 seconden er extra bij krijgen. Nee, hoor, je schiet nog wel lekker je eigen goal. Doen wij lekker dit. En wij lekker de tijd staan met 3-0 voor. Kortom, we gaan vandaag gewoon lekker twee keer winnen. 100%. Hoppatee. Doe maar iets met die bal wat je wil. Dankjewel voor die bal. Laatste balcontact voor Duffy. Bam. Ja hoor, de laatste balcontact is voor Duff. Toch? Nou, net niet. GG, 2 goals van de 3. Ik heb mijn team een overwinning geholpen. Ben ik blij mee, want een win is een win. Hoppatee. We worden uitgescholden voor Flikker. Oh, vervelend, zegt hij. Je hebt verloren. Even tori. Mensen, ik bedank jullie natuurlijk enorm voor het kijken naar deze aflevering van Hypixel Voetbal. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. Linkje staat natuurlijk beneden in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.